weer gastro op de Gaming Dutchman. En ik ben eigenlijk best wel zenuwachtig. Want ik kijk heel erg op naar Ruud en Stefan. En ik ben eigenlijk best wel bang voor dit spelletje. Dus ik ga nu eerst een plasje doen. Hallo iedereen en welkom terug. Ik heb even een plasje gedaan, want ik was een beetje bang. Want ik ga nu dit spelletje spelen. En ik ben eigenlijk heel erg bang wat iedereen zegt tegen mij. Dat het heel erg eng is. En het heet Slender en ik ben in een bos. Ik wil niet meer. Stefan, ik wil niet meer. Waarom ben ik in het bos? Ik wil niet meer. Ik loop in een donker bos. En ik zoek een blaadje. Waarom zoek ik een blaadje? Stefan, meneer! Meneer Stefan! Stefan, wacht! Meneer, ik wil niet meer. Ik wil niet meer, Stefan. Stefan, ik ben bang. Waarom ben ik in een bos? Oh, wacht. Daar moet ik heen. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik ben in een bos. Wat is dit, meneer? We gaan kijken wat het is. We zoeken papiertjes. Meneer, wacht. Meneer, waarom hebt u geen papiertje, meneer? Meneer, we gaan verder. Meneer, ik ben heel erg bang en ik ben heel erg zenuwachtig. Want ik vind het heel erg bijzonder dat ik een gasroom mag doen op de Gaming Dutchman. Maar ik ben wel heel erg bang. Meneer, wacht. Er zit een enge meneer in het bos. En ik weet niet wat voor vieze dingetjes die enge meneer met mij wil doen. En het is hier helemaal donker. En het is ook donker in mijn kamer. En waarom praat ik opeens met een Belgisch accent? Deze stem heeft helemaal geen Belgisch accent. Meneer, waar gaan we nu naartoe? Oh, ik zie daar wat. Misschien is daar wel een papiertje. Want we hebben er nog een gevonden. De vorige keer dat ik dit spel speelde, begon ik aan de andere kant. Meneer, waar is dat papiertje, meneer? Ik kan het niet meer vinden. Ik ben bang. Stefan, mag ik stoppen? Stefan, ik wil niet meer. Stefan, stoppen nu. Ik wil niet meer. Dit is niet leuk, Stefan. Stefan! Meneer, waar is dan dat papiertje zo? We gaan gewoon belletjes praten zo. Ah, ik heb hem gevonden, meneer. Oh. Ik schrok van dat geluid, meneer. Meneer, dat geluid is eng, meneer. Meneer, ik wil niet meer. Meneer, ik wil echt niet meer. Stefan, ik wil naar huis. Stefan, papa. Papa Stefan. Ik ga nu hier naar rechts. Ik zal jullie allemaal vertellen hoe ik bij de Gaming Dutchman ben gekomen. Stefan is mijn papa. En ik speel nu voor hem dit spelletje, zodat hij geld kan verdienen. Zodat ik een ijsje mag kopen bij de McDonald's. Want daar eet ik elke dag met mijn papa. Want mijn papa Stefan eet altijd bij de McDonald's. Meneer, mijn stem is bijna weg. Dus ik hoop dat ik misschien wel op tijd afga, want anders kan ik deze video niet afmaken zo. Meneer, dit is moeilijk, meneer. En ik schijt serieus in mijn broek, meneer.
Oh mijn god, wat doe ik hier? Meneer! Meneer! Ik wil niet meer. Nee. We gaan nu naar deze kamer en dan hebben we deze huis gehad. Geen papiertje. Wat moeten we nu, meneer? Nou moeten we weg. We hebben er al eentje en nou is de enge muziek en nou ben ik bang. Ik vind het helemaal niet leuk. Ik heb het niet naar mijn zin, meneer. Het is niet goed voor mij. En mijn Belgisch accent is weer terug. Dat is ook niet goed. Het is niet makkelijk zo. Als je niet met je eigen stem praat zo. We gaan gewoon Samson en Gert zo. Ik ben een beetje bang. Ik weet niet meer waar ik heen moet zo. Daar is het iets. Daar ga ik heen. Maar ik ben serieus bang. En nou heb ik mijn stem weer. Maar die stem kan ik niet te lang. En ik heb een briefje gezien. Ik ga dat briefje pakken zo. Ik ben alleen bang voor wat erop staat. Nee. Dat staat erop. Mijn Engels is heel goed zo. Ik ben heel goed in dat Engels. Dat is een goede taal, hè? Allee. Ik ben ook erg goed in Frans. Allee, hop. Wow. Nee, meneer. Meneer, laat me met rust. Oh, kut. Meneer, nee. Nee, meneer. Meneer. Oh, hartverzakking. Meneer. Nee, dat is niet een goede stem, meneer. Maar als ik bang ben, dan kan ik niet een nep stem doen, hè. Ik ben heel erg bang nu. Nee, serieus. Ik zit heel erg opgefokt in mijn kamer. En ik wil niet meer. Stefan, ik wil niet meer. Meneer! We gaan gewoon doorlopen. Ik houd het pad hierop. Anders ga ik dood, want dan moet ik me omdraaien. En dan staat de Slenderman zomaar achter mij zo. En die zegt ja, en Samson zo, van zo. Want Samson zegt heel vaak zo. Samson, van Samson en Geert. Die andere, die is er niet. Ik ga hier nooit uitkomen zo. Ik scheid letterlijk in mijn broek. Ik heb een popsje gedaan en ik zou even naar de wc moeten. En tegen mijn moeder moeten zeggen dat ze mijn leurtje moet verschonen zo. Mon Geertje. Nee, dat is ook niet de goede stem. Nee. Wat doe je nou? Waar ga je heen? Ik weet het niet meer. Ik draai te veel met mijn scherm en dan komt de Slenderman zo achter me aan. Ik wil niet meer dit spelletje doen. Er is iemand die wil mij doodmaken. En dan schrik ik heel erg. En ik ben al heel erg opgefokt omdat ik met deze stem moet praten, meneer. Dat maakt het niet makkelijk. Maakt het alleen maar moeilijker. En het is al zo moeilijk. Ik ga dit nooit vinden, want ik weet niet waar het pad heen gaat. Uiteindelijk verdwaald ben zo. Nee, hierop. Hierom ook heen. Nee. Help mij dan zo. Meneer. Ik moet met deze stem praten, maar het is zo moeilijk om vol te houden. Want het is heel moeilijk, want mijn stem die zit dan helemaal zo naar voren zo. Meneer. Ik ben verdwaald. Ik had niet van de weg moeten gaan. Heel veel rook. Waarom is dat hier zo? Is er iets gaan gebeuren?
Gaat er iets met mij gebeuren? Gaat iemand mij pijn doen? Ik kreeg storing en dat betekent dat de Slenderman in mijn reentje was en dan ga ik dus zo dood zo. Dan ben ik... Oh, nee. Nee. Ik scheet nu serieus in mijn broek. Mijn broekje vindt het niet leuk zo. Mijn mama, als die mijn broek vindt, dan gaat ze zeggen... Hé, hey, wat heb jij met je broekje gedaan, Jur? Hoe kan dat nou? Dat je stop was met bedpoepen. En dan moet ik zeggen, nee, dat heb ik niet gedaan toen ik in bed lag. En dan zegt ze... Ja, maar dan heb je het gedaan toen je niet in bed lag. Dat is alleen maar erger. En dan moet ik zeggen, nee, ik was Slender aan het spelen. Maar ze weet niet wat het is, dus dat gelooft ze nooit. Ik loop weer in het gras, dus daar hoor ik ook helemaal niet. Ze zei, je moet het pad volgen, maar ik durf helemaal niet. Ik wil niet meer, mama. Ik ga mijn mama vragen of ze het voor me verder wil spelen. Of mijn papa. Maar mijn papa is Steven en Steven is er niet. Steven is er niet. En ik wil aan Steven vragen waar je heen moet, maar Steven is er niet. Ik ga gewoon rechtdoor blijven gaan. En dan hoop ik dat ik kom zo. Maar ik ben echt heel bang. Ik ben echt heel bang. Dit is echt een spel waar je echt bang voor wordt. Echt waar. Ik meen het zo. Ik weet ook niet meer waar ik heen ga, want er komt geen pad of zo. En je moet altijd op de paden blijven met Slender. En als je niet op het pad blijft, dan ga je dood. En ik ga... Nee, dan ga je niet dood, maar dan vind je helemaal niks en dan kom je niet verder met het spel. Ik moet ook niet per ongeluk op escape drukken, want dan gaat hij afsluiten zo. Taak met die livestream. Praat nu opeens Surinaams, man. Ik kan ook gewoon Surinaams gaan praten, jongen. Waarom... Meneer! Mijn hele stem is weg, meneer. En nu kan ik niet meer met deze stem praten, zo. Ik ben een beetje in paniek. En daardoor kan ik ook niet focussen op de stem, want ik weet niet eens meer hoe de stem is. En ik heb geen mensen om te zeggen van, oh nee, je doet de stem verkeerd. Oh, kut, ik moet draaien. Ik ben in de hoek van de map. Ik ben bang. Meneer, ik ben bang. Ik wil niet meer. Ik ga gewoon langs het dek lopen tot ik op het pad kom. En er zitten nou hele saaie 3 minuten tussen omdat ik alleen maar niet langs het dek en omdat ik alleen maar in het gras aan het lopen ben en helemaal niks vind. Oh, ik had een hartaanval. Yo, ik voel nu aan mijn hart en je had de motor kloppen, joh. Dat is echt niet normaal. Dit spel, iemand gaat hier nog eens een keer aan dood. Echt waar, iemand gaat een hartaanval krijgen als hij dit speelt zo. Je kunt me nog gewoon horen hyperventileren van de schrik gewoon. En dat is niet geveegd, dat is echt niet geveegd. Ik ben echt heel bang nu. Ik wil echt niet meer. Eigenlijk wil ik... Dit is de laatste aflevering die ik doe. Ik wil niet meer. Ik wou die opnemen voor die oefening, maar... Ik schrok minder erg nu dan op de livestream. Omdat ik hem nou eigenlijk al een beetje zag aankomen. Mijn stem kon een stuk beter deze video. Maar ik moet zeggen, ik ga hem alsnog opsturen naar Stefan. Want ik zou dit opnemen als oefening. Maar ik vind het zo eng. Echt waar. Echt. Oh mijn god. Ik ben... Oh jezus. Het is echt heel... Heel eng. En ik had nu het geluk dat ik hem al zag. Zeg maar, dat hij niet in één keer in mijn face kwam. Want dan schrik ik me wel dood. Ik deed het met een hele gekke stem. Dat weet ik. Dat deed ik expres. Maar dat hebben jullie vast al doorgehad. Want we zaten een beetje te kut in een Skype gesprek. En af en toe dan doe ik me... Meneer, wacht! Meneer, wacht!
Met mijn die stem. Alleen dat... toen kwam Ruud opeens met geniaal idee. Oh, dat moet je als een serie doen. Dat moet je doen op ons kanaal. Ik zei zo van, ja, het is wel grappig, is goed. Alleen het is echt moeilijker dan het lijkt om dat een hele video vol te houden. En vooral met dit spel, omdat je ook nog natuurlijk het hartaanval gevoel erbij hebt. Dus het was wel echt dubbel. Dus, maar het is wel grappig. Ik hoop dat het een leuke video is geworden, want anders wordt hij ook niet geüpload, dat scheelt. In ieder geval bedankt voor het kijken, maar ik heb ook mijn eigen kanaal. Ik heb het kanaal Meer Dan Dik. Dus het linkje staat vast in de beschrijving, zo lief is Stefan. En daarop doe ik een aantal series, waaronder eentje met Rick van Serpent Gameplay. Ik heb Batman Arkham Asylum lopen. Ik heb... God, wat heb ik nog meer? Ik doe dus met Rick doe ik Minecraft. Onze eigen custom map die we zelf hebben gemaakt. En ik doe nog een spel. Ik doe Prototype 2. En... ik ga nog een spel doen, maar dat zien jullie vanzelf als jullie op mijn kanaal kijken. Komt vanzelf online. Dus als je wil, dan kan je abonneren op mijn kanaal als je dat leuk vindt. En even naar mijn video's kijken. En als je het leuk vindt, dan kijk je het gewoon meer. Als je het niet leuk vindt, doe je dat niet. En dan blijf lekker Ruud en Stefan kijken, maar dat moet je sowieso blijven doen. Maar in ieder geval, heel erg bedankt voor het kijken van deze video. Met een hele gek stem. Op mijn eigen kanaal doe ik trouwens wel gewoon met mijn normale stem, voor de duidelijkheid. Geloof mij, dit kost mij echt heel veel moeite om dit. Als ik dit ooit nog een keer ga doen, dan doe ik dat echt met heel veel tegenzin. Want ik vond dit zo eng. En op de livestream, ik weet niet, maar op de livestream ging het wel. Op de livestream van Rick trouwens. Toen heb ik het ook gedaan. En toen had ik daarna zoiets van, oh, dat komt wel goed joh, weet je wel. Toen was ik schrok een keer dood. En toen ging ik daarna alsnog gewoon nog een keer, omdat het wel ging. Maar ik schrok me echt helemaal de tyfusstering. Toen ik dood ging en toen. Alleen, ik had daarna helemaal niet zo'n gevoel als dat ik nu heb. Want ik heb nou echt die schrik in me zitten gewoon. Ik ben nou echt een beetje bang. Ik geef het eerlijk toe. Ik zit hier echt in mijn broek te schijten. En ik voel nog steeds mijn hart gaan. Ja, het was echt heel eng. Dus het zou echt zonde zijn als deze aflevering verloren gaat. Maar als dat zo zou zijn, dan horen jullie het niet eens. Dus het is helemaal geen idee dat ik dit nu zeg. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Als je wil, ga je even naar mijn kanaal kijken of je het leuk vindt. En anders doe je dat gewoon niet. Ik denk dat dit zaterdag of zondag wordt geüpload. En misschien krijgen jullie een wekelijkse upload van mij. Misschien niet. Ligt eraan. Ik weet het niet. Moet ik even kijken met Stefan en met Ruud hoe dat uitkomt. Ik ben echt 3 minuten bezig met afsluiten. In ieder geval, bedankt voor het kijken van deze video. Tot de volgende video. Misschien anders. Of misschien tot op mijn kanaal. Doeg!